contact gehad met Natasja van Kekkersports. En ze zei dat ik wel geschikt was en dat ik wel kon werken. Ik moest nog wel een aantal dingen doen. Maar het gaat om 4 uur. Dus ik ga het toch maar niet doen. Ik ga toch eerst gewoon op zoek naar een andere baan. Nou ligt het eigenlijk voor het oprapen. Maar ik moet toch wat meer uur gaan maken. En ik denk dat ik toch moet gaan voor die kettle station direct al. Ondanks dat het heel leuk is. Maar ik hou contact met haar. En dan kunnen we elkaar misschien later meeten. En wie weet, Jeroen. Ik heb aangegeven dat jij PE-teacher afstudeert. Is het voor jou dan ook werk? Goed geregeld. Het is in tussentijd 3 uur. Ik heb de hele tijd op mijn bed zitten editen nadat ik gebeld had. Daarvoor eigenlijk ook al. Nu denk ik dat ik toch maar even moet gaan eten. En ja, het is wat bewolkt vandaag. En ik moest even wat afwachten en over gaan denken of ik het werk ga aannemen of niet. Intussen heb ik lekker een halve meloen gehad. En 2 broodjes met hummus, pesto en rucola. Geroosterd. En dan ga ik nu maar eens eventjes mijn voeten bewegen. Mijn benen. Mijn lichaam bewegen. Het is niet echt een beetje deprimerend weer. Ondanks dat het niet regent. Maar ik ben rap niet van eigen huis en tuin. Maar dit is toch een papegaaiplant. Mooi dat die zo in het wild hier groeien. In het wild zal vast wel geplant zijn door de kampen. Maar couscous met zand en groenten. Morgen, 10:15. Alweer eigenlijk te laat. Ik ging ook om 1 uurtje of 2 besluiten. Dan ben ik nog best wel de laatste dingen editen. We gaan nu lekker ontbijten. Nou, weer een stukje aan het lopen. Op naar een beetje eiland bekijken. Ik moet nu maar even afwachten met die sollicitaties die ik heb verstuurd. Misschien kan ik nog even een beetje in de stad kijken, maar ik moet ook wel een beetje van Sydney nog genieten. En ja, een paar eilandjes had ik gekregen van Sascha om te zoeken. Dus dat gaan we nu doen met mijn Franse vriendin. Het is niet heel erg vrolijk, want ze kan geen werk vinden en ze heeft niet genoeg gespaard. Dus vandaar. Maar ja, nou daar gaan we dan. Ik wilde toch nog ergens anders heen en zij wilde ook nog weer solliciteren, dus het was beter om gewoon even de wegen te scheiden. Dus we zien elkaar alweer in het hostel. Maar ik ben nu bij de harbor, waar ook de opera house is. Ik ben er nog niet helemaal. Maar hier is wel een gigantisch schip. Super groot. En ik heb bedacht om naar de kettle auction te gaan, want daar zullen ze vast ongetwijfeld wel mensen weten waar ze nog mensen zoeken. Een beetje vaart achter zetten, want ik ben wel een beetje klaar met de stad nu. Klinkt stom, hè? Kijk dan. Nou, daar zijn we hebben. Koperhuis, heel mooi. Vol met mensen daar. Ik loop wel even door. Naar die auction, kettle auction. Mooi bootje. Bridge.
Nou, dit was fijn. Ik ben bij de Cattle Auction Plus geweest. Daar veilen ze dus koeien. Dat is allemaal digitaal. Maar ik denk, het beste place om, om daar naartoe te gaan om, voor contacten bij Cattle Stations. Nou, hij heeft me een hele lijst gegeven. Hij was echt super helpful. En ik ga er even achteraan. Super aardig dat ze dit zo hebben gedaan. Hij heeft er echt even een half uurtje voor gezeten. Het was gewoon een dame die deed een broek zo binnen op straat naar beneden. Ik ging gewoon te plassen. Yes, ik heb ook een lusje gevonden. Misschien even kijken voor zijn zonnebril, een goede zonnebril, want die ik in Bali had, die is een beetje bekrast alweer en het is gewoon een hele slechte. Dus ik heb nu een opzetstukje voor mijn bril, voor deze bril. Dat was vast gewoon, dus ik denk, nou, heb ik ook gelijk versterkt een zonnebril, super handy. Lekker nieuw brilletje, hij staat me best wel. Het is super handig, ik hoef geen brilwissel te doen, alleen dat ding erop te zetten en dan ben ik klaar. Zo, ik ben wel een beetje moe. Ik heb niet zo lang geslapen, maar ik weet niet. We gaan de dag maar tegemoet. Nou, lekker gegeten en met Jeroen gebeld. Was wel even leuk om hem te zien. En ik ga nu even douchen. En op het internet surfen voor werk. Met die contacten bezig die ik dus heb gekregen. En dan... hoop ik dat ik nog tijd heb vanmiddag om nog even wat leuks te doen. Want het lijkt nu wel weer wat mooier weer te zijn. Ik ga vandaag maar eens naar de bibliotheek. Om bezig te gaan voor de sollicitaties. Lekker alles bij langs. E-mailen. En nog een paar taakjes doen die ik mezelf had opgelegd. Zoals de belastingaangifte. Want dat moet ook nog gebeuren. Ik ga het proberen in Nederland. Kijk, ik heb een beestje gevonden. Aangekomen bij de Wiep. Dan gaan we daar eens eventjes naar binnen. Bijna alles klaar. Alles, nou ja, alles staat nu online. Want ik eigenlijk loop nu bij met alle filmpjes. Super leuk. En het internet was hier gewoon heel goed. Kleine foutjes die ik nu online heb staan. Maar ik heb zoiets van, ik moet mijn perfectionisme maar een beetje laten gaan. Het is ook alweer donker inmiddels. We gaan nu lekker naar een hostel om te eten. En dan ga ik morgen weer het hostel verlaten. Want ik ga naar Sasha. Mag gewoon op de bus. Gelukje nee, weer. Ik wou even wat vragen bij de balie. Kijk eens wat ik in mijn handen heb. Textfile number, toevallig. En morgen ga ik net vertrekken, dus het komt helemaal als geroepen. Die heb ik nodig om te werken. Om een eerste loon binnen te krijgen. Nu nog werk. Nou, dan moet dat straks ook wel coincidence komen, toch? Nu ga ik weer lekker mijn kamer in. Morgen vroeg op, want ik heb om 8 uur met Sasha afgesproken. En dan gaan we brunchen en... ik ga naar de universiteit kijken. Morgen wordt het waarschijnlijk wat slechter weer. We zouden eerst naar de stranden toe. Maar ze zei, nou, ik was ook wel heel erg nieuwsgierig naar de universiteit. Dus die ga ik morgen zien. Zin in. Goedemorgen. Het pakezeltje heeft het nest weer verlaten. En gaat op naar Sasha. Ik ben blij dat ik nu ga verhuizen, want...
Het was een fijn hostel op zich wel, maar het heeft nu wel weer te lang geduurd. Ik ga liever van plek naar plek. Universiteit. Is het nou op een andere? Maar dit is de Universiteit van Sydney. Het is een slaapplaats. Het is echt grappig. Kijk, de mensen slapen hier gewoon. Kun je gewoon even een dutje doen? Lunch. Bijna bij mijn nieuwe hostel. Ik wil eigenlijk nog eventjes mededelen dat de stoplichten hier voor de voetgangers geluid maken allemaal. Ik laat het jullie even horen. Is dat niet fantastisch? Het is net Tetris. Aangekomen bij een nieuwe hostel. Zo even inchecken. Ik ga een bed uitzoeken. Nou, ik ben een beetje aan het kijken voor auto's nu. Waarom weet ik niet, maar dat heeft mijn interesse ook. Maar dit lijkt me wel een leuke auto. Niet te betalen, denk ik. Ik denk toch wel dat het eerder zo'n auto wordt. Hopen dat dit ook een beetje te betalen is. Maar dit is op zich wel een mooi formaatje. Het is echt heel bizar. Vanmiddag regende het nog keihard en was het echt super bewolkt. En nu schijnt de zon volop. Ik mag mensen nog wel weer gaan insmeren volgens mij. Maar I like it. Want het is gedurende de dag is het best wel heet en nu is het wat meer afgekoeld. Ik was dus even weer in de bibliotheek. Ik heb best wel wat zaakjes kunnen afronden gelukkig. Ik ga nu even, nou ik denk een soort van uit eten, even ergens een hapje eten. Omdat ik maar één nachtje slaap in het hostel en ik heb mijn keukenspulletjes bij Sasha gelaten. Daarna naar het hostel even slapen. En dan ontbijtje included. Gaan we morgen naar Sasha haar werk. Chocola eten. En dan ga ik bij haar ouders eten. En waarschijnlijk gaan we barbecue, hoorde ik. Dus mij hebben ze zich helemaal uitgedost met eten. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd om haar ouders te ontmoeten van wie. Hier vliegen gigantische grote vleermuizen rond. So big, yeah? Yeah, they are! Wat een gigantische beesten. Ik had ze nog niet gezien. Ik hoef er niet om te zitten. Ik vind het leuk voor een afstandje, maar ik hoef niet tussen die ratjes te zitten. Ze zien er wel lekker schoon uit in ieder geval. Niet van die gekke beesten met de haren nat, omdat ze daar weer opkomen. Zo, maaltje hoor. Ik ga toch niet uit eten, maar ik ben maar even wat lekkerder gaan koken. Smakelijk! Ik heb alweer een ontbijtje, even anders. Maar ik had het included, maar ik heb toch wel even wat toegevoegd, want mijn darmvloer was niet helemaal up to scratch. En mijn ontbijtje en een lekker gesprek. Ik ga trouwens weer omhoog. Leuk gesprekje met een Portugese dame. Die had net een hike gelopen in Nieuw-Zeeland. De TA, ik ben eventjes de volledige naam kwijt. Maar die gaat ook de Pacific Crest Trail lopen. Dus wel een leuke klik mee. Die gaan nog naar de Blue Mountains. Over 2 dagen, misschien wil ik dat ook nog wel gaan doen. Kan ik nog even opzoeken. Maar dat was wel echt gezellig. Leuke meid. Gaan we nu weer verder lopen. Jeetje, alsof mijn conditie waardeloos is. Zo klinkt het wel. Het is ook wel een stukje
stel een stukje omhoog hoor. Dat hebben we in Nederland natuurlijk niet. Nou, ik pak zo de trein. En dan ga ik richting Sascha haar chocoladewinkel. Of in ieder geval even rondzwerven in haar wijk daar. Ik ben net weer bij Camelback geweest. Ik ben echt aan het nadenken. Ik heb echt een hele lekkere en toffe tas gezien. Alleen deze tas kan gewoon net eventjes wat meer kwijt. Maar ik zit er zo van na te denken om de tas te kopen. Maar dat kost me wel weer iets van 114 euro. En dat slaat eigenlijk nergens op als ik gewoon een tas heb. Dus ze zeuren er. Maar die tas die zit echt wel heel lekker en het voelt echt heel licht aan. Ik ga de tas toch kopen. Of toch niet, toch nog even een nachtje overslapen. De tas dan. Ik heb nu ook deze tas mee. Als ik de tas dan iets hoger doe, dan valt het ook nog wel weer mee. Eerst maar even, ja. Wat wil je nou, hè? Nou, ik ben vandaag dus bij Sascha haar ouders. En we hebben ontzettend lekker gegeten, heel lekker gekookt en kennis gemaakt. Ontzettend super lieve familie, heel gastvrij. En nu ga ik vanavond lekker een nachtje slapen bij Sascha haar ouders. En dan morgen gaat Sascha weer vroeg aan het werk en dan zie ik haar in de avond weer naar het werk. En dan gaan we naar haar huis, dan gaan we op stap. Dus het is wel erg leuk om haar familie te zien. Nou, goedemorgen. Dit is haar tuin. Moet je horen. Vol met vogels en weet ik het wat. Het is net een paradijsje. Kijk nou, een ander kleurtje. Nieuwe tas, toch gekocht. Zit zo veel beter. Ik was uiteraard al een poosje onderweg. Sascha had ik afgezet. Oh ja, die heeft mij weer afgezet. Bij de trein. Zij is doorgegaan naar haar werk. En ik ben nu op weg naar Circle Key. Daar was ik eigenlijk al, maar ik dacht toch, ik moet een andere tas hebben. En ik had ook al met Jeroen gesproken. Die ging net op bed weer, want het was daar 10 uur. En nou ga ik toch maar Circle Key naar Cockatoo Island. Daar ga ik naartoe. We gaan op de ferry. Tunnels niet beginnen, ik moet eventjes ergens anders zijn. Maar wel leuk om even de tunnel in te gaan. Hemeltje, dit zijn graansilo's. Hier stopten ze granen in. En dit is met de hand uitgegraven door de mensen die gevangen werden genomen, die net aankwamen. Ziek jongen. Als je wil, kan je hier ook nog overnachten. Ik ben trouwens wel erg blij met mijn waterzak. Ik krijg tenminste water binnen. Lekker
even wachten op de ferry. En aan de salade die ik heb gekregen waren nog leftovers van gisteren. Die ga ik nu lekker oppikkelen. Thank you! Dus ben ik alweer in Chesco en ga ik chocolaatjes halen. Ja! En ik ga nog even langs de K-Mart, want het schijnt fantastisch te zijn. Ik ben benieuwd. Nou, dat was erin en eruit. Ik denk dat het nog geen 2 minuten heeft geduurd. Dus niks voor mij. Een soort van Primark, maar dan nog erger. So what are we going to eat? I can't pronounce it right. That's a beautiful... I'm sick. It's a beautiful veggie noodle soup. And there were all these beautiful restaurants with people sitting outside, glamorously having wine. And I said to Jody, no, we're going to go to this little... because we need to have this soup to heal my soul. Because how sick are you? Very sick. Tomorrow you still here, right? With us? We're not sure. Unconfirmed. Well, enjoy the food. Thank you, too. Eet smakelijk! Geen avondje uit, maar lekker met thee en Tim Tam Slam van de couch. Again. Goedemorgen. Heerlijk geslapen in Sasha. Vandaag naar de Blue Mountains. Sasje uitgezwaaid gezegd, tot snel weer uiteraard. En nu op naar Katoen. Naar het toilet. Maar de wc's in de trein die waren verstopt. Dus ik kon niet naar de wc. En toen vroeg ik dus aan de meneer op bron. Ik zei van, weet je waar de dichtstbijzijnde wc is? En hij zei, weet je wat, er is een ontzettende lijn of een wachtrij bij de toilet. Dus ik laat je even in een andere toilet. Kun je direct naar het toilet. Nou, dat was echt super fijn. Maar nu weer. Nou op, dan ben ik in Katoomba. En nu ga ik op zoek naar mijn hostel. Ik lijk wel een pakezel met die nieuwe tas. Dat is echt niet normaal. Maar zoveel heb ik niet eens mee, dus ik begrijp er geen fluit van. Ik moet even kijken waar ik heen moet. Welkom in mijn nieuwe kamer. Met een lekker grote kluis. En mijn bedje. Dit is echt een heel grote accommodatie. Je betaalt weinig, dat komt natuurlijk dat je niet in het centrum zit. Maar dat vind ik best fijn. Oh, ga ik nu maar even boodschappen doen. En ik moet nog uitchecken, dus ik moet nog even terug naar het station. Oh, het is hier heel mooi. Allemaal bergen. Het boodschap is gedaan. Broodje kaas. Lekker. En nu op weg naar Mia. Nog iets. Het schijnt wel erg mooi te zijn. En voor de tijd die ik nu heb, het is bijna 3 uur hier. Kan ik dat nog wel eventjes doen. Dus iets. Dus dan ben je iets van 3 uurtjes onderweg of zo. Dus ben ik met etenstijd ben ik weer. Dan kan ik lekker weer eten maken. Dus nu even een lekker stukje. Ik hou hier... Nou, eventjes lekker door mijn enkel. Maar ik hou hier nu al van. Het is gewoon weer lekker rustig. Kijk hoe ze hun post hier krijgen. Een beetje hetzelfde als in Amerika. In plastic. En dan gewoon hier op de erf. Terwijl hier de brievenbus is. Er zullen wel fietsers zijn die omhoog moeten gaan. En dan hun spul gewoon neersmijten. Just for the record. Moet je kijken hoe stijl het hier is. De weg. Ik dacht dat ik afgelopen week een beetje dehydrated was. Want mijn flora was niet helemaal. En ik was een beetje duizelig af en toe als ik zware inspanning had gedaan. Maar nu heb ik een flesje gekocht. En met water. En let op wat er staat. Er staat dus Australian's Premium Alkaline Water for Longer Lasting Hydration. Nou, dat is fijn. Maar ik heb er ook 2 zakjes ORS in geflikkerd. Dus daar ben ik extra gezegend, denk ik. Ik raak nooit weer de hydration kwijt, denk ik. Overhydration.
We zijn weer aan het koken. Pasta met ragioli. En dit is ontzettend goede keuken. Alles is gewoon geregeld hier. In de stiere keuken.